moeder gaat me voor gek verklaren. Hele goede morgen allemaal. Leuk jullie kijken naar deze vlog. Het is vandaag dinsdag en vandaag ga ik iets superleuks doen. Ik ga zo meteen naar Rotterdam toe. En voordat ik de vraag krijg, wat ga je in Rotterdam doen? Ik ga dus niet naar school, want ik heb zomervakantie. Ik heb afgesproken met Nina om te gaan winkelen. En voordat ik wegga, laat ik jullie nog natuurlijk eventjes mijn outfit zien. Dit is wat ik op dit moment draag. Dit bomberjacket. Jacket van de H&M bij de Weekend. Met een superleuk hier detail. En op de achterkant dat XO'tje. Met een hartje. Dan daaronder draag ik mijn Purpose shirt aan van Justin Bieber bij H&M. Woe. Broek van de Bershka, schoenen ook van de Bershka. En ik neem jullie weer gezellig mee op stap. Dus let's go! Ik sta dus nu in de H&M en ik heb een hele leuke outfit aan. De broek met dit blouseje, dit leuke bomberjacket, superleuk. En het is een beetje geïnspireerd op Nina. Ik vind het wel echt leuk. Wow, ik ging filmen dit, maar het is wel echt leuk. Outfit en dit bomberjacket is 20, deze is 7. Broek is ook 7, dus eigenlijk ben ik voor 34 euro geslaagd. Dus ja, ik ga dit nemen. Dit hele leuke setje. Ga ik nemen. Mijn moeder gaat me voor gek verklaren, maar dat boeit me geen vlieger. Dus ik ga omkleden, want Nina wordt ongeduldig. We zijn weer aan het opladen. Ik heb taart, ijskoffie. Nina heeft haar ijskoffie al op. My god. Oké, ik ga lekker eten. Ik heb al heel veel dingen geshopt bij de H&M. En Nina heeft ook één dingetje gekocht bij de H&M. Ik heb 3 dingen, maar ik laat het lekker thuis zien. Als je kan zien, ben ik weer thuis. Het was super gezellig in de stad met Nina. En ik heb ook wat dingetjes gekocht. Ik zat te denken om een shoplog op te nemen, maar het is veel leuker in de vlog. Want dan is het lekker recent. Ik heb geshopt bij de H&M, Pull & Bear en Dr. Martin. Dus hier, laten we beginnen bij dit tasje. Dr. Martins. Als eerste heb ik. Er zitten ook wat dingetjes bij van de Pull & Bear. Dus hier, als eerste heb ik dit zwarte shirt gekocht. Superleuk. Er staat op Love, Pleasure, One Night Only. Die vond ik wel echt superleuk. Dus die heb ik gekocht. En volgens mij, als die op camera speelt, die heel erg. Deze heb ik gekocht. En deze was nu in de sale van 8 euro naar 4. Ik heb heel veel dingen gekocht voor vakantie. Dan heb ik dit shirt gekocht. Same story. Ook 7,99, toen 3,99 euro. Toen heb ik bij Dr. Martens heb ik sokken gekocht. En ik vond ze wel echt heel erg leuk. Deze waren eerst 9 euro en nu 3. En deze vind ik wel echt leuk voor gewoon, weet ik, van die sportsokken. En kijk hoe leuk dit eruit ziet, guys. Het ziet er toch leuk uit. Van die witte sokken, dus ik ga binnenkort zo meteen ga ik een foto maken voor Instagram. Museum op bed. Museum, en dan ga ik verder bij de H&M. Museum, als eerste heb ik een blouseje gekocht. En dit blouseje vond ik al heel erg leuk. Dit blouseje vond ik heel erg leuk. En dat is deze. Dit wie. Zo. Dit. Wow, dit blouseje. En dit is van The Weeknd weer met dit gekke leuke logootje erop. En deze was normaal 19,99 euro. En toen kwam ik bij de kassa. En toen was die 4 euro. Toen dacht ik echt van yes bitch, yes, go. Toen heb ik een broek gekocht. En deze broek staat nu al online op mijn Instagram. Als je me nog niet volgt op Instagram, dan zal ik dat zeker even doen. Dan zie je precies hoe deze broek staat. Ik ga er ook geen aanbeelden van maken, want jullie zien het gewoon in de vlogs. Dat is deze jeans. En normaal ben ik echt van die van een soort van skinny jeans. Ik heb nu ook toevallig een skinny jeans aan. Maar ik wilde gewoon wat anders uitproberen. En ik heb zeg maar wel een broek die
ook zoiets, maar dan in joggingstof. En ik zag dus nu deze spijkerbroek. En deze is cropped. Dus die komt zeg maar tot boven mijn een beetje tot mijn been. Je ziet het wel op Instagram. En deze broek was maar 7 euro. Dus ik vond hem super gaaf. En hij staat me ook echt leuk. Super leuk voor de vakantie. En dan heb ik iets super leuks gekocht. Dus deze staat ook wel op mijn Insta. Maar ik had dat setje aan met die blouse en die broek. Dus hij zei Nina, oh, dat jasje kan er ook wel leuk bij. Dus toen heb ik deze bomber jacket gekocht. Het is niet echt voor de zomer, ik weet het. Maar ik vond het gewoon wel echt heel gaaf. En ik heb er ook echt 3 keer naar zitten kijken of ik hem echt wilde. En toen wilde ik hem. Dat heeft om de mouwen heeft zo'n ding. En hier zo'n next dingetje. En hier een letter A. En op de achterkant een B-stekentje. En hier een achter, weet ik veel. Maar ik vond hem super gaaf. En deze was eerst 80 en nu maar 20. Dus die kon ik ook niet laten liggen. En dit was alles wat ik heb gekocht in Rotterdam. Ik pak even mijn dopper erbij. Ik ga zo eerst even mijn vlogcamera opladen. Want ik zie dat hij nog maar 1 streepje heeft. Dus het is nu rond 16:53. Kijk, 16:53. En ik ga even de vlog die jullie afgelopen woensdag hebben gezien, ga ik even uploaden, dat die gewoon online komt. En dan ga ik even mijn spulletjes opruimen. En dan ga ik voor de rest niet zo heel veel doen. Dus ja, ik ga jullie verder gewoon meenemen nog vandaag. En dan kijken jullie gauw verder naar de normale vlog. Ik had dus vrijdag ook dat schoolfeest en ik heb deze munt nog over. Wat doen jullie hier altijd mee? Als jullie muntjes over hebben van festivals, gooi die weg of bewaren jullie die? Let me know in de comments, want ik weet echt niet wat ik met dit moet. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later en het is nu 8:30. Ik ben net een tijdje wakker, ik ben een kwartiertje geleden wakker geworden. Ik had even een dutje gedaan, omdat ik dat gewoon vond dat het mocht. De vlog is nu aan het uploaden voor morgen, dan staat hij morgen live. En ik ga nu lekker in bed kruipen en de vierling kijken. Super zin in. Dus en deze aflevering is van 11 oktober 2012 en ik hou echt van deze serie. Ik ga eerst even naar beneden en dan ga ik wat lekkers pakken. En dan ga ik lekker deze serie kijken. Dus, let's go! Inmiddels is het alweer een paar uur later. Ik heb hier ondertussen de vlog die jullie nu zien, heb ik gemonteerd. Dus die is nu niet aan het opslaan, want dit beeld wat je nu ziet, dat komt er nog bij. Ik ga zo meteen lekker slapen. Dan bedank ik voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem weer oergezellig. En doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren onder de video. En vergeet me niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Of in de volgende video. Dus tot de volgende video, guys. Doei!